Goedemorgen. Vandaag een antwoord op de vraag van Lonneke. Lonneke kampt met een traag werkende schildklier. Dat betekent dat het niveau aan schildklierhormonen in haar bloed niet al te hoog is, doordat haar schildklier nogal traag is met betrekking tot de productie, de vorming van diensthormonen, schildklierhormonen. Het niveau van schildklierhormonen in haar bloed is nog niet zo laag dat ze medicatie moet gaan gebruiken. Maar ja, het is wel een aandachtspuntje. Iets wat regelmatig gecontroleerd wordt door bloedonderzoek. Nu wil Lonneke graag wat afvallen, wat gewicht verliezen. En nu wil Lonneke een dieet gaan volgen, een caloriebeperkt dieet, gericht op gewichtsverlies. Maar dit is haar afgeraden. Omdat Lonneke al kampt met een traag werkende schildklier en haar geadviseerd is om maar niet een caloriebeperkt dieet te volgen. Want als ze dat zou gaan doen, wanneer ze dat zou gaan doen, dan zou haar al traag werkende schildklier enkel nog maar meer vertragen. Ja, en dan raak je eigenlijk alleen maar ver van huis. Dus, Lonneke is afgeraden om een dieet te gaan volgen, maar Lonneke wil zo graag gewicht verliezen. Dus de vraag van Lonneke is, klopt het? Is het vanzelfsprekend zo dat wanneer ik een caloriebeperkt dieet ga volgen, gericht op gewichtsverlies, dus als ik wanneer ik mijn calorieinname beperk, dat dan mijn al traag werkende schildklier nog trager zal gaan werken en dat het niveau aan schildklierhormonen in mijn bloed nog lager zal worden? Is dat vanzelfsprekend zo? Dat is de vraag van Lonneke. Nou, Lonneke, je schildklier zal vertraagd gaan werken en ja, niet echt veel en vaak hormonen gaan vormen wanneer je schildklier nauwelijks gestimuleerd wordt om diensthormonen te vormen. Hoe zit het namelijk? Je schildklier moet gestimuleerd worden om diensthormonen te vormen alvorens het deze gaat vormen. Dus op het moment dat jouw schildklier nauwelijks gestimuleerd wordt om diensthormonen te vormen, ja, dan zal het deze ook nauwelijks vormen. En dan werkt jouw schildklier dus traag en zal het niveau aan schildklierhormonen niet al te hoog zijn. Nou, wanneer is dat het geval? Wanneer zou jouw schildklier niet tot nauwelijks gestimuleerd worden om diensthormonen te vormen? Nou, wanneer de hormonen welke je schildklier stimuleren om diensthormonen te vormen, dat zijn ook hormonen namelijk, die een signaal overbrengen naar jouw schildklier, je moet nieuwe schildklierhormonen gaan vormen, wanneer die hormonen, maar sowieso de vorming van hormonen in je lichaam niet goed verloopt. De vorming van signaalstoffen, zoals neurotransmitters en hormonen, de vorming van stoffen die een boodschap overbrengen, dus ook de vorming van hormonen die de boodschap overbrengen naar jouw schildklier, je moet weer nieuwe hormonen gaan vormen, dat betreft een anabool proces. Hoe zit het? De stofwisseling in jouw lijf bestaat uit twee type processen. Afbraakprocessen, katabole processen en opbouwende processen, anabole processen. Anabole processen, dus ook de vorming van hormonen, inclusief de hormonen die je schildklier stimuleren dat je schildklier nieuwe hormonen moet vormen, maar ook de vorming van hormonen door de schildklier zelf. De vorming van hormonen in jouw lijf is een anabool proces. En anabole processen, die kunnen enkel plaatsvinden in een lijf waarin een goede voedingstoestand verkeert. Wat betekent dat? Een lijf die goed voorzien is in vocht en alle essentiële voedingsstoffen. Dat betreffen stoffen die je lichaam niet zelf kan vormen. En dat betreffen bouwstoffen. Om anabolisme, de vorming van nieuwe voedingsstofmoleculen, inclusief hormonen, mogelijk te kunnen maken, moet je lichaam goed voorzien zijn in alle essentiële bouwstoffen, want om nieuwe moleculen te kunnen vormen heb je bouwstoffen nodig. Ja, heel veel bouwstoffen zijn essentieel, betekent moet je met je voeding aanleveren. Dus, wanneer jij een dieet gaat volgen, een caloriebeperkt dieet,
Calorieleverende voedingsstoffen, brandstoffen, betreffen niet-essentiële stoffen. Die kan jouw lichaam zelf vormen. Dus wanneer jij je calorieinname beperkt, kan je lichaam wel de calorieleverende voedingsstoffen vormen die nodig zijn om in je bloedbaan wel voldoende brandstof te behouden. Maar essentiële bouwstoffen, dat kan je lichaam niet zelf vormen. En daar hangt dus dat anabolisme in je lijf van af, de vorming van nieuwe voedingsstofmoleculen, inclusief hormonen. Wanneer zal dus jouw schildklier vertraagd gaan werken? Wanneer je een dieet volgt welke tekorten veroorzaakt in vocht en essentiële voedingsstoffen, bouwstoffen. Want wanneer je een dergelijk dieet volgt welke tekorten veroorzaakt in vocht en essentiële voedingsstoffen, bouwstoffen, dan kan het anabolisme in je lijf niet goed uitgevoerd worden. De vorming van nieuwe voedingsstofmoleculen kunnen zenuwcellen niet goed neurotransmitters vormen, kunnen kliercellen niet goed hormonen vormen en kunnen de hormonen die je schildklier stimuleren om diensthormonen te vormen niet goed gevormd worden in je lijf en kan de schildklier dus ook zelf niet goed hormonen vormen. Ja, en dan zal je schildklier dus verder gaan vertragen. Klieren, inclusief jouw schildklier, kunnen enkel goed werken wanneer het anabolisme in je lijf goed verloopt. En dat is enkel het geval wanneer je dieet goed bijdraagt aan het behoud van een goede voedingstoestand in je lijf. Dat wil zeggen de voorziening van vocht en essentiële voedingsstoffen. Het voorkomen van uitputting ervan, tekorten erin in je lijf. Wanneer je een dieet gaat volgen die die tekorten voorkomt, die optimaal voorziet in vocht en essentiële voedingsstoffen, dan kan het anabolisme ook gedurende je caloriebeperking uitgevoerd worden in je lijf. Kunnen klieren functioneren, hormonen vormen en dan hoeft je schildklier dus niet eens zozeer te vertragen. Dus, als antwoord op je vraag, is het zo dat mijn schildklier vanzelfsprekend zal vertragen, verder zal vertragen wanneer ik een caloriebeperkt dieet ga volgen? Ja, wanneer je caloriebeperkte dieet tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen veroorzaakt, maar niet wanneer het juist optimaal voorziet in vocht en essentiële voedingsstoffen. Zorg er dus voor wanneer jij graag wil afvallen en je calorieinname beperkt om dat te kunnen bewerkstelligen, dat jouw dieet wel optimaal voorziet en blijft voorzien in vocht en essentiële voedingsstoffen. Want daar is de werking van klieren in jouw lijf, inclusief jouw schildklier, van afhankelijk. Daar is de vorming van boodschapperstoffen zoals neurotransmitters en hormonen van afhankelijk. En dat is nogal nodig om een zo hoog mogelijk niveau aan schildklierhormonen in jouw bloed te kunnen behouden gedurende het verlies van gewicht, gedurende het volgen van een caloriebeperkt dieet.